Goedemorgen, ik ben Desiree Stokkel. Het is 14 oktober 2017. Anne Faber mag het foltergedrag niet gebruiken voor herstel van haar rechtspositie, voor de evolutie van de beschaving in Nederland. En het folterverdrag mag dus ook niet gebruikt worden om al die andere mensen die in een soortgelijke corruptie gehandicapt raken of sterven, te helpen. Het folterverdrag mag ook niet gebruikt worden om situaties als deze te voorkomen. Ik zal het uitleggen. Als in Nederland het parlement, de rechtspraak, de advocatuur, de professoren, de media, de ondernemers het fatsoen zouden hebben om het folterverdrag te gebruiken, dan zouden we helemaal niet zoveel geweld, criminaliteit en wanhoop kennen in Nederland. Het folterverdrag moet je eerst even gaan lezen, straks, en vooral de eerste 5 artikelen. En dan zie je onmiddellijk wat ik bedoel. Kijk, het folterverdrag verplicht mensen om zichzelf los te koppelen van een ander persoon die de grondwet, VN-verdrag, folterverdrag en mensenrechtenverdragen niet toepast. Dus als wij een parlement hebben dat gewoon de grondwet en de verdragen negeert wanneer zij iemand willen doden, dan heeft de burger heel veel macht door dat folterverdrag te gaan pakken. En te zeggen van nou, volgens de grondwet mag ik dit folterverdrag toepassen. Ik laat me niet folteren en doden. Dus we gaan nu eens even de boel opschonen. En als je dan kijkt naar ander bewijs wat er is op planeet Aarde. Over het wangedrag van politici, rechters, advocaten, professoren, ondernemers. Dan is het helemaal niet zo moeilijk om het systeem op te schonen. Alleen, het volk begint er in Nederland niet aan. Als je kijkt naar Amerika, dan zie je dat het volk in opstand komt tegen politici. Nederlanders doen dat niet. In Amerika hebben enorme groepen machtige ondernemers zich tegen Trump gekeerd en gezegd, luister eens, als je zo het recht gaat invullen, pakken wij onze koffer en vliegen we naar Canada. Ze zitten net over de grens bij Canada. Om alle problemen in Amerika te omzeilen. En ze werken natuurlijk wel in Amerika, maar ze hebben hun machtspositie, hun juridische positie, naar Canada verhuisd. Maar ze zijn wel eerst met Trump aan tafel gaan zitten in het openbaar en hebben gezegd, Trump, dit pikken we niet. De Nederlander doet dat niet. De Nederlander heeft niet het fatsoen om mensenlevens te redden. Politici niet. Rechters niet, advocaten niet, professoren niet, ondernemers niet. En de gewone burger ook niet. Kijk, wat gaat er nu gebeuren als je Anne Faber aan een rechtspositie helpt vanaf het folterverdrag? Nou mensen, dan kom je bij mij uit. Dan heb je mij als startpunt. Omdat ik echt de enige minister-president ben in Nederland. Dat er een dubbel spel met mij gespeeld wordt via de Verenigde Naties en Portugal en de EU is iets anders. Maar uiteindelijk zal ik het spel winnen, want ik fraudeer niet als premier voor 24 miljoen. Ik laat geen mensen vermoorden. Ik maak het rechtssysteem niet corrupt. Ik ga er niet mee akkoord dat therapeuten weigeren wettelijke verplichtingen uit te voeren. Dus uiteindelijk zal ik winnen. Tenzij ik natuurlijk ook word vermoord, dan heeft het volk niks. Als je ervan uitgaat dat je Anne aan een rechtspositie helpt, dan ga je naar mijn website. En dan stel je, alles wat er gebeurt, herleiden we via het folterverdrag, de rechtspositie van Desiree Stokkel, naar het parlement, de rechters, Den Dolder, politie, defensie. Dan ben je er, mensen. Het is helemaal niet zo moeilijk om dat te doen. En dan zal je zien dat het parlement plotseling heel erg snel is opgeschoond. Want al die politici vinden plotseling een baan in het buitenland omdat ze niet in de cel gezet willen worden.
Niet door mij, niet door de familie van Anne, niet door de familie van de Mali-soldaten, niet door de families van andere personen die in hetzelfde systeem overlijden. Wat zou er gebeuren als advocaten het folterverdrag toepassen? Dan zouden er niet zoveel criminelen zijn. Omdat die criminelen dan niet worden gebruikt voor het spelletje heers en verdeel. Dan zouden criminelen weten dat ze op een kortere tijdbalk worden gepakt en worden gestraft. Dan zouden zedendelinquenten niet zo oppermachtig zijn in Nederland. Ik zal daar een andere video over maken, want dit wordt deze video door de familie van Anne bekeken en het is allemaal al heel zwaar en heel hard. Dan zouden rechters niet bezig zijn met het opdelen van het recht in nutteloze teksten. Rechters hebben zwaar de pest in dat zij maar 8000 euro salaris verdienen. En dat is een van de redenen dat ze opzettelijk slecht recht bezorgen. En een van de redenen dat ze zo onkoopbaar zijn. Want ook rechters worden omgekocht via allerlei baantjes en op andere manieren. Rechters, heb ik ontdekt afgelopen jaar, zijn helemaal niet van plan om ook maar iets te doen voor het volk, waardoor het volk sneller op een kortere kalender de bureaucratie kan opschonen, mensen kan dwingen hun wettelijke plicht uit te voeren, oplossingen kan aanmaken en dat allemaal bij een lager budget. En dat betekent iets, hè? Jullie snappen dat nog niet zo, maar ik weet wat dat betekent. Dat betekent dat er de komende tijd heel veel mensen stiekem vermoord gaan worden. En dat er ook heel veel jonge mensen tussen zitten. Die zitten natuurlijk allemaal in die niet gestudeerde situatie. Jongere mensen van Nederland nu hebben niet geleerd op school om wetten toe te passen. Om juridisch te denken. Ik wil dat wel. Ik wil pedagogiek onderwijs en rechtenonderwijs standaard op school. En dan wil ik dat onzinvakken zoals geschiedenis worden uitgevoerd door de Staatstv. Dus dan gaan we op school dus met z'n allen wat belangrijks doen. En alle onzin, dat laten we uitzenden op de Staatstv. Ik wil ook dat Defensie naar scholen gaat om die kinderen survival training te geven. En natuurlijk wapenvrij. Hè. Het gaat alleen maar om dat die kinderen met de elementen leren omgaan. Dat ze een bepaald gedragspatroon aanleren. Dat ze leren denken voor hun persoonlijke veiligheid en dat ze niet zo bang zijn. Dat is wat ik wil en dat wordt door rechters allemaal gesaboteerd. Oké, op mijn website staat ook hoe je het folterverdrag moet gebruiken. Het staat er allemaal, het staat er ook staat er op Nieuwswet hoe elke burger elke rechtszaak kan winnen. Ga aan de slag. Dag.